Daar komt hij ons tegemoet. Waarom vind je van de straat? Van de netweer. Van vanmorgen. Ja. Ah, Henk. Nee, die van vanmorgen. Ja. Die kwam ons al tegemoet op de weg. Maar die dendert gewoon met 80 meer achter die auto. Op de weg? Ja, op de weg. Op de rijbaan. Oh, ja. Een hondaatje. De achtervolging wordt ingezet en na enige tijd rijden we erachter. De brommerrijder rijdt vlak achter zijn voorligger. Als die moet remmen, heeft hij geen schijn van kans. Hij komt nog niet eens met zijn hand bij de remhendel. Er wordt ook meteen een stopteken gegeven. De bestuurder trapt een keer hard op de rem, schakelt terug, alsof dat bij deze bromfiets iets uit zou maken, en rijdt door. Dan gaan we ernaast rijden. De brommerrijder geeft geen krimp. We weten nu zeker dat hij ons gezien heeft. Dat hij bovendien weet wat we van hem willen. En dat hij niet van plan is snel te zullen stoppen. Kopje bekijken. Ook de tweede politieman in onze auto maakt nog even duidelijk wat de bedoeling is. Dan gaan we richting bebouwde kom. Hier rijden zoals u ziet fietsers en zien we ook tegenliggers aankomen. Ja, daar is het geleuter met bromfiets. Wat een blik in de ogen, hè? Ja. Nu is de weg vrij en kunnen we inhalen. Alleen ga je er daarbij niet vanuit dat zo'n knul zijn leven zal wagen om onder een simpele bekeuring uit te komen. Maar deze knul doet dat dus wel. Dat is het moment voor de politie om te kiezen voor de meest wijze oplossing. Ja, het weegt niet op hoor. Nee. Hij krijgt gewoon een bol thuis. Als de brommer het centrum instuurt, haken we af. Het is mooi geweest. Gaan we te ver hoor. Ja. Zeg, je gaat daar steeds meer druk in. Het is toeristisch. Ja. Nog geen 40 minuten later rijden we de andere kant op en wie zien we daar weer? Hij weer. Ja, nee, meer. Dezelfde brommerrijder. Nog steeds met 80 km per uur op de rijbaan tussen de auto's. Niets geleerd van zo net dus. Als je nu wel stapt. Dan maar weer keren en kijken of hij deze keer zal stoppen. Kooi weg, we zijn weg op de kooi weg. De politieman kent zijn klanten en heeft er al een hard hoofd in. Ik denk dat ik zijn reactie al weet. Ook deze keer duurt het niet lang voordat we erachter zitten. De bestuurder heeft ons ook al gezien en inderdaad, hij rijdt zichzelf kennelijk liever te pletter dan dat hij een simpele bekeuring krijgt. Voorzichtig probeert de politieman nog langs zij te komen, maar de brommerrijder is nu echt op hol geslagen. Hij schudt van nee, zie je? Ja. Wild schudt hij met zijn hoofd en slingert zo breed mogelijk over de provinciale weg. Dan naderen we weer een bebouwde kom. Op het randje van wegglijden neemt de bestuurder de rotonde. Daarna gaat het de dorpskern met smalle weggetjes in. Maar niet voor ons. Want
waar gaat het nou eigenlijk allemaal over? Je wil hem corrigerend toespreken en een verbaal, dat had hij gewoon dik verdiend. En dan zie je aan de houding van die jongen en aan zijn gedrag, ja, dat we met een andere strijder te maken hebben. En die zegt van, ik stop niet. Die schijn, die wekte die bij ons. Ja, en ook de blik in de ogen en schudden met zijn hoofd. Op een gegeven moment komen we in een bepaald gebied. Ja, dan wordt het zo gevaarlijk. Ook voor andere weggebruikers, ja, dat weegt niet op. En dan zeg je van, jongen, je hebt nu gewonnen. Hij pleegt in principe alleen een snelheidsoverschrijding en het niet volgen van het verplichte fietspad. Dus zoekt de andere politieman de jongen later thuis op. Ik ben later met een collega bij hem thuis geweest, bij zijn ouders. We hebben een verklaring van hem opgenomen over wat er gebeurd is, wat de risico's zijn. Vragen wat hem daartoe bewogen heeft. Wat had hem bewogen? Toch het voorkomen van een bekeuring. Dat is alles. Ik wil geen bekeuring. Dat was alles, ja. Wat voor jongen was dat? Een gezonde jongen van 18 jaar die liefhebberij heeft in brommen. Ze had ook een mooie brommer waar echt wel flink geld in was gestoken. Want ik hoorde net dat zijn ouders vonden dat ze de grip op hem aan het verliezen waren. Maar hebben niet alle ouders dat van kinderen van die leeftijd? Ja, dat soort jongens die proberen natuurlijk wel de grenzen af te tasten. Van hoe ver kan ik gaan bij mijn vader en moeder op school? Nou goed, we kennen dat allemaal. Daarna, nadat dit gebeurd was, is zijn rijbewijs ingevorderd. Hij had toen al een rijbewijs, als ik het goed heb. Klopt. Hij had ongeveer 2 maanden zijn rijbewijs toen wij hem tegenkwamen op zijn brommer. Nou, die brommer was zijn eerste contact met de politie. Heeft hij dus een bekeuring van ons voor gekregen. En vervolgens is het 14 dagen later dat hij de auto van zijn vader te leen krijgt. En ja, daar vertoont hij eigenlijk hetzelfde rijgedrag mee wat snelheid betreft. Bij hem in de buurt is hij bekeurd voor te hoge snelheid. De snelheid was zodanig hoog dat daarbij zijn rijbewijs is ingevorderd. Niet dat het zo bijzonder was dat er een bromfietser een stopteken negeerde. Maar gezien de manier waarop wilden wij de bestuurder van de bromfiets graag nog wel eens spreken. Dus belden we de jongen op. Hij wilde graag meewerken. Maar een paar uur daarna was zijn hele leven veranderd. Want toen we 2 dagen later terugbelden om een definitieve afspraak met hem te maken, bleek de bestuurder van onze cameraauto gelijk te hebben gekregen toen hij zei: nee, ik ga niet meer. Hij rijdt zich helemaal te barsten. Oké, begrepen. Want het blijkt gewoon dat hij, ondanks alle maatregelen die naar hem toe zijn gegaan van een bekeuring, 2 keer niet stoppen, Ferry is met een collega naar zijn huis gegaan. Dan hoop je dat hij het wat rustiger aan doet. Dan hoor je later dat hij zijn rijbewijs kwijt is, omdat hij meer dan 50 kilometer puur te hard heeft gereden. Nou, en dan blijkt dat hij kort nadat hij zijn rijbewijs kwijt is geraakt, dat hij toch bij een eenzijdig ongeval betrokken is geraakt. Hij pakt zijn brommer. Wat dan dus niet meer mag, hè, als je geen rijbewijs hebt. Want dat houdt dus in dat hij een ontzegging heeft voor het besturen van een motorrijtuig. Wat is er nou gebeurd? Enig idee? Wat ik gehoord heb is dat hij op een middengeleider is, links langs een middengeleider, en daar op die middengeleider terecht is gekomen. Is dat zoiets wat wij een vluchtheuvel noemen? Een vluchtheuvel. Hij is daar aangetroffen door een voorbijganger. Dus het is, ja, de bromfiets lag een stuk verder. 40 meter verder? 40 meter verder, heb ik begrepen. Alleen, ja, hoe lang heeft hij daar gelegen? Maar hoe is het nu met hem? Ja, hij is heel slecht. Ik heb toen contact gehad met die moeder. En het bleek dat hij dus een aantal weken in coma heeft gelegen in Amsterdam. En dan zegt ze van, ja, toch wel positieve dingen. Hij knippert met zijn ogen. En dat is denk ik als moeder al heel wat als je daar iemand ziet liggen en hij knippert met zijn ogen. Normaal gesproken zie je hem rondfladderen, je bent wel boos op hem. En nu is iets van het knipperen met zijn ogen is al een positief iets. Ja, en nu mag hij in de weekenden naar huis, maar ja, hij is blind aan beide ogen. Hij ziet niks als gevolg van die aanrijding. Zijn korte geheugen is helemaal weg. Wat hij nu vertelt is hij morgen alweer kwijt. Ja, hij is dus afhankelijk van heel veel mensen nu. En ik denk dat hij zijn toekomst zich wel anders voorgesteld had. De ouders ook.